We're not in Venice, in a gondola, beneath the skies of blue. And yet it seems we're their signorina. Je hebt een beetje, als je door Venetië vaart, je denkt, nou ja, en ach ja, het is wel mooi. Je bent een beetje blasé, maar het is natuurlijk echt verschrikkelijk mooi. En je merkt het ook hoe Goethe erover schrijft. Hij schrijft in zijn Italiaanse reis, ja, Venetië is zoveel overgeschreven, ik hou het maar een beetje kort. Maar ja, dat weet iedereen al hoe mooi het is. Dan hebben we het dan over de 18e eeuw. Het is nu dan niet erg zonnig, maar als je een zonnetje opstrijkt, dan zie je echt de schilderijen van Canaletto en Bellotto. Hè? Die 18e eeuwse schilders die deze wonderschone stad hebben weergegeven. En het is inderdaad een droom in het water. Maar je hebt dan toch de neiging om te zeggen, ja, het is echt heel, heel erg mooi. Eigenlijk zou ik het met zijn onder moeten doen. Maar ik vind dan even, ja, misschien is dat voor haar eigen zelfbescherming. Het kitschniveau is ontzettend goed. Daar hebben we een motorbootje gedaan. En we zijn uit ook op de Piazza San Marco. Het hoofdplein op het hoofdeiland van Venetië. Ik help je eventjes van de stijl. Ja. Misschien is het wel goed om te vertellen dat Venetië is dus echt een eiland. Nu verbonden met een brug. In Goethe's tijd was het niet verbonden met een brug. Goethe ging hier met een bootje heen. En het eiland Venetië wordt omsneden door allemaal grachten. En Goethe schrijft ook, he, dat het hier zo netjes uitziet en dat het vervoer via de grachten gaat en dat het wat dat betreft lijkt op een Nederlandse stad, schrijft hij. Het gekke is dat Goethe nooit een Nederlandse stad is geweest. Dus als Goethe Nederland vergelijkt met Venetië, is dat van horen zeggen. Maar we staan in ieder geval nu op de heilige grond van het San Marcoplein. Ja, ik moet even, want Saskia is weg. Die is even vergunning aan het halen. Zijn we op 1644 begonnen? 4, ja. 16, hè? Ja. Ja, 4, 16 zo. Ik raak even, dat doet Saskia normaal, het tijdcodebord voor het monteren. Want, maar ja, die is eventjes een formulier halen. Want we willen graag deze toren op, de Campanile-toren. Dit is de toren van San Marcoplein, die Goethe twee keer beklommen heeft, twee keer. Omdat de eerste keer was, viel het weer een beetje tegen. En Goethe beschrijft, als je op deze immense toren staat, heel oud Steve, want hij lijkt modern, maar hij is hartstikke oud, op zijn Marcoplein hier, beschrijft Goethe dat hij voor het eerst de zee ziet. En dat is eigenlijk gek, want jij hielp me aan herinneren, Jan Jerijn, toen je vanochtend in de auto hierheen Italiaanse reis zat te lezen. Dat is eigenlijk gek, hè, dat Goethe voor het eerst de zee hier ziet. En dat klopt, Goethe heeft nooit de Oostzee gezien, hij is nooit in het noorden van Duitsland geweest. Goethe heeft nooit de Atlantische Oceaan gezien, de Noordzee. De eerste zee die hij hier ziet is in 1786 de Adriatische Zee. En later zal hij daar het grotere onderdeel van de Middellandse Zee nog zien, als hij aan de andere kant van Italië is. Maar dat is Goethe's zeebeleven. Hier heeft hij toch wel erg genoten. Hier geniet hij van de palazzo's, alle paleizen. Hier geniet hij van het mensen en de drukte, daar geniet hij van. En hij geniet ook van wat wij nu noemen, en toen heet het ook zo, het commedia dell'arte gevoel. Goethe zag hier kleine toneelstukjes op straat of in een rechtbank. Hij gaat ook een rechtbank bezoeken. En dat vindt hij ongemeen interessant. En dat Italiaanse gedrag, die kleine toneelstukjes, heeft ook een invloed gehad op Goethe's toneelschrijfkunst. Goethe was oorspronkelijk een toneelschrijver die licht in eigen had tot klassicisme of tot totaal doorgeslagen stoermoed, drangromantiek, heel wild. En hier krijgt hij een soort mooi evenwicht. Goethe wordt hier in Venetië, begint hij een evenwichtige Duitser te worden. Een Europeaan, zou hij zelf gezegd hebben. En dat komt onder andere door die klimtocht, die toren omhoog. We gaan nu op zoek naar het hotelletje waar Goethe het pension, waar Goethe geslapen heeft.
En dat was een heel probleem, want we dachten dat we het gevonden hadden. Maar het is dus heel moeilijk te vinden, omdat iedereen noemt een ander pand. Maar het moet nou een winkelcentrum of een hotel staan. Er zou geen gedenksteen meer zijn. Er is wel een gedenksteen. Hier is het. Geen gedenksteen. Maar dit is Hotel Victoria en hier moest dus... Hier heeft dus Keuter geslapen. Dat komt prachtig uit. Maar nu de gedenksteen. Op de hoek niet. Ik heb goede... Jan Rijn, ik ga voorlezen. Ik heb goede logies gekregen in de koningin van Engeland. Nou, de koningin van Engeland, Victoria, heet het nu. Dat is een andere koningin van Engeland natuurlijk dan toen. Niet ver van het St. Marcoplein. En dit was de grootste aantrekkelijkheid van mijn gastverblijf. Mijn ramen zien uit op een smal kanaal tussen hoge huizen. Mijn raam ziet uit, dus hij kijkt dan zo op hoge huizen. Vlak onder mij bevindt zich een brug die slechts uit één boog bestaat. Deze brug is inderdaad één boog, die uit één boog bestaat. En aan de overkant een nauw druk straatje. Overkant, nauw druk straatje, één van die twee straatjes daar. Hier woon ik. En ik hoop hier een tijdje te blijven tot ik mijn zending voor Duitsland gereed heb. Dus hij moest hier ook een pakketje maken. Het is het echte. Goethe woont hier. Hier is hij blij. Hier is hij echt blij. Kan je ook lezen. Dit boek, met de Italiaanse reis, heeft hij pas tientallen jaren later uitgegeven en eindeloos bewerkt. Maar je ziet in zijn dagboeken en zijn brieven dat hij echt heel blij is. Hij is hier ook verliefd, hè, Charlotte von Stein. Maakt hij ook een speciaal Italiaans dagboekje voor. Dit is het Dogenpaleis aan het San Marcoplein en dit was het centrum van de macht. Zolang de Dogenstaat bestaan heeft, vanaf de middeleeuwen tot bijna 1800. En vlak voor 1800 is de zaak ingestort en dan langzamerhand gaat Venetië deel uitmaken van het grote Verenigde Italië, ietsje later dus. Toen Goethe hier dus was, toen hadden die Dogen al heel weinig macht, toen was het al economisch weinig belangrijk meer. Maar dit bouwwerk hier, verschillende stijlen door elkaar zie je, dat is gebouwd op het toppunt van de macht. Die Dogen, dat waren kleine dictatortjes en die beheersten van hieruit hun staat. Ze hadden wel een soort parlement, maar dat had toch echt weinig met een parlement te maken. Ze hadden hier de rechtspraak, ze hadden hier ook hun eigen woning en zijn appartementen waar de Dogen ook hier gewoon, die woonden dan hier gewoon. Over de rechtspraak heeft Goethe iets heel leuks geschreven en misschien is dat wel de geestigste passage uit de Italiaanse reis. Goethe bekijkt het hier duidelijk als omdat hij zelf bij het gerecht betrokken is geweest in Wetzlar, hè, bij het Rijkskammergericht had Goethe gewerkt. En hij zegt, in Duitsland lijkt het wel rechtspraak, maar het is ook allemaal doorgestoken kaart. Hier is het ook doorgestoken kaart, de mensen weten het, maar ze kunnen het tenminste ontlachen. Hij beschrijft dan ook dat de staat, die mag onbeperkt praten en de advocaten hebben een beperkte spreektijd. Die worden heel nauwkeurig bijgehouden met een zandlopertje. Dus de advocaten die gaan heel snel praten en die maken ook grappen om die man met het zandlopertje af te leiden. Dat die man even vergeet dat zandlopertje om te keren. Er komen hier honderden mensen naar een rechtszitting kijken, want het is een soort vermaak. Hij beschrijft hier een specifieke rechtszitting dat de vrouw van een van de Dogen voor de rechtbank moet komen. Iedereen weet dat ze nooit veroordeeld wordt, maar ze zit er plechtig. In een apart hokje zit ze dan en ze zit een beetje stuurs te kijken. De uitslag is bekend, maar de mensen hebben ontzettend veel plezier. Nou, ergens daarboven daar is de zaal waar recht gesproken werd en waar de Duitse dichter dus ontzettend veel plezier heeft gehad en ook een tekeningetje heeft gemaakt van de advocaat die hij zo bewond. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira le stelle. Quanto forte, forte ti vorrei. Bello,
prima che mi spiegherà perché non voglio più saltare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città e se il cuore batte forte non si fermerà. De arena van Verona, ja, wereldberoemd. Gisteren was hier een popconcert, hè? Het is natuurlijk heel mooi dat dat nog gebruikt wordt, dat 19 eeuwen oud is dit. Hier kijken echt 19 eeuwen geschiedenis op je neer. En het wordt nog steeds gebruikt. In de 12e eeuw, hè, is het? Ja, hè? In de 12e eeuw is het door een aardbeving is de buitenste rand vernietigd. Toen Goethe hier was, toen zag het er een stuk minder uit. Want het was nog voor de restauratie. Maar Goethe is heel erg enthousiast. En waarom is Goethe zo enthousiast? Hij ziet hier voor de eerste keer sporen van het Romeinse Rijk. Dit is het eerste gebouw wat hem daadwerkelijk verbindt met de oudheid. Luister maar, Verona, 16 september 1786. Het amfitheater is dus het belangrijkste bouwwerk uit de oudheid dat ik te zien kreeg. Tot nu toe dus. Maar hoe goed is het bewaard gebleven toen ik er binnen trad. Maar nog meer, toen ik op de bovenste rand rondwandelde, had ik het eigenaardige gevoel dat hier iets groots gold, terwijl er toch feitelijk niks bijzonders te zien viel. En dat vind ik zo'n mooie observatie van Goethe. Je ziet hier in iets van, je denkt dit is fantastisch. En hij zegt, maar wat is het eigenlijk? Een rondje stenen. Maar wel een heel imposant rondje stenen. En Goethe beschrijft dan ook hoe de mensen hiervan genieten. En dat het theater eigenlijk dus pas theater wordt als er mensen in zitten. Als er geen mensen in zitten, is het gewoon een hoop stenen. En het gaat leven dat het vol zit met Italianen. Hij gaat er ook nog een keer 's avonds heen. Ik begaf mij bij zonsondergang naar de uiterste rand van het amfitheater, dat een krater vormt, en genoot van het prachtige uitzicht op de stad en haar omgeving. Ik was geheel alleen en beneden mij zag ik het ruime plein van Den Braa, waar een grote mensenmenigte rondwandelde. En wat hebben wij gisteren gezien, Jarijn? Een hele grote mensenmenigte. Dat die Italiaanse reis van Goethe, die kan je gewoon nog nalopen in Italië. I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with a string of my heart. Giardino Giusto, een tuin in Verona en een formele tuin, dat wil zeggen mathematisch aangelegd aan twee kanten van het hoofdpad, alles hetzelfde. Giardino Giusto, genoemd naar de graaf van Giusto. Die familie is nog steeds de eigenaar van de tuin. Saskia, ons producer, heeft gebeld naar Milaan, hè? Daar woont nog een Giusto en die zei, wij mogen hier filmen in de tuin hier in Verona. Goethe heeft hier in 1786 takjes geplukt. Schrijft hij, is een Italiaanse reis, en die heeft hij op zijn kamertje, zijn pensionnetje gezet. Hij schrijft dat hij die takken dus heeft meegenomen uit Giusti Park. En dat park is prachtig gelegen. Daar bevinden zich reusachtige cipressen die alle loodrecht in de lucht staan. Nou, alsof ze staan er nog steeds. Waarschijnlijk zijn die puntig gesnoeide taxisbomen van de noordelijke tuinmanskunst nabootsingen van dit heerlijke natuurproduct. Een boom welks takken van onder naar boven, de oudste zowel als de jongste, hemelwaarts zijn gericht. En die reeds een ouderdom van 300 jaar heeft bereikt, is wel enige verering waard. Een boom die hier omvalt, die wordt ook vereerd, want daarvoor staat een stuk boom, hè, wat hier omgevallen is, dat wordt bewaard. Dat is ook een monumentje hier. Wanneer men den tijd in aanmerking neemt waarop dit park werd aangelegd, moeten deze bomen reeds een zo hoge ouderdom hebben bereikt. Nou, dit vond Goethe een prachtige tuin. Waarom vond Goethe het een prachtige tuin? Omdat dit helemaal de Renaissance-idee van een tuin is. 16e eeuw, natuur bedwingen. En dat sprak Goethe ontzettend aan. Goethe is in zijn roman Die Waalwandschaften, 1806 begon te schrijven, 1809 verschenen, heeft hij een relatie vergeleken met een tuin. En dat is, vinden wij een beetje een wilde vergelijking, maar voor Goethe is dat heel normaal. Goethe vindt dat je een relatie kan snoeien, temmen, dat je die kan reguleren. Net zoals je de natuur kan temmen, snoeien en reguleren. En in dit park zag Goethe voor het eerst dat grote voorbeeld van hoe je de tuin naar je hand kan zetten. Hoe je grip op de natuur krijgt. Toen Goethe kwam zijn tuin een beetje verwaarloosd, maar dit werd toen
opnieuw aangelegd, de Doolhof. En we zien dat het weer nu wordt aangelegd. Ik moet eerlijk zijn, toen werd het voor het eerst aangelegd en nu wordt het opnieuw aangelegd. De hechtjes zijn we, die Doolhof zeker overleden en nu zijn er nieuwe hechtjes. Nu krijg je weer de Doolhof te zien zoals Goethe hem gezien heeft. En daarachter, daar heb je eigenlijk een beetje een stukje wildtuin. Dit is dan in hele vage vorm ook een combinatie tussen een formele tuin en een wildtuin. Hé hey, Rijn, zoals je dat in Weimar, het park in Weimar ook ziet, het is voor een stuk formeel, maar verder ook wild. En daar zie je dan die prachtige kop en dan komt de graaf van boven kijken. Daar heeft water uit moeten komen, er hoort in zo'n tuin ook altijd een waterval. En dat ding heeft Goethe ook een prachtig tekeningetje van gemaakt. Maar omdat jij, Jorijn, onze cameraman, die vindt het niks, hè, Goethe tekenaar. Ik hou er niet zo van. Nee, je houdt er niet zo van, dat weet ik. En Goethe is ook niet echt een groot tekenaar. Daarom laten we het tekeningetje ook niet zien. Maar ga jij heel mooi dat ding van nabij draaien. Dus als jij dat goed draait, hoeft de kijker ook niet lastig gevallen worden met een pruts tekeningetje van Goethe. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop, when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. September 9, 1786, Vicenza, daar zijn we nu. Enige uren geleden ben ik hier aangekomen. Heb reeds een wandeling door de stad gemaakt. Het Olympisch Theater en de andere bouwwerken van Palladio in oogenschouw genomen. Dit is het Olympisch Theater van Palladio. Palladio heette eigenlijk Andrea di Pietro, maar hij noemde zich Palladio. En het is de grootste Italiaanse architect, zonder enige twijfel. Hij heeft altijd gebouwd hier in Vicenza, hij is in Padua geboren en ook nog in Venetië. Noord-Italië heeft hij gebouwd. Hij leefde van 1508 tot 1580, dat wil dus zeggen een kleine eeuw na Columbus. En waar we staan in het gebouw waar we nu staan, het Olympisch Theater, schrijft Goethe verder over. Het Olympisch Theater is een klassiek theater in het klein. En het is onuitsprekelijk mooi. En het is ook onuitsprekelijk mooi. Maar waarom is het mooi? Het is mooi, denk ik, en ik paraphraseer nu Goethe, omdat het is wat het niet is. En het niet is wat het eigenlijk weer wel is. Het lijkt diep, maar het is niet diep. Maar het is wel diep, omdat het diep lijkt. En hier is met perspectief, met een hoog oplopende vloer en een tapstoelopend straatje, geprobeerd de indruk te wekken van een laat middeleeuws Italië. En dat is prachtig gelukt. En dan moet je voorstellen dat dit gebouw is gereed gekomen in 1584. En hier werd dus klassiek toneel gespeeld, 4, 5 eeuwen geleden, en dat gebeurt nog steeds. En klassiek toneel, dat is heel vaak met hetzelfde decor. Zoals je ziet, dit decor staat al heel lang in. Het gaat vooral om de zinnen en om het gebaar. En het is meer dan alleen theater, want je kan ook naar de gevel kijken. Er is ook een theater in steen voor je opgericht. Daar staan de grote klassieke schrijvers en de klassieke veldheren staan er. Als je geen zin hebt om even te luisteren of te kijken naar de levende acteurs, kijk je even naar het bouwwerk. En waarom is dit bouwwerk nou zo verschrikkelijk mooi? Laat ik vooropstellen dat dit is het mooiste wat ik tot nu toe tijdens deze reis in Italië heb gezien. En dat komt omdat de menselijke maat is hier in de gaten gehouden. En dat is het klassieke, het mooie, het volmaakte van Palladio. Dat je voelt je niet een vreemde, je voelt je niet verloren in dit gebouw. Het is een groot gebouw, kijk maar. Het is behoorlijk groot. Maar toch is de menselijke maat steeds in acht genomen. Je bent niet een vreemdeling in gebouwen. Je bent nooit een vreemdeling voor gevels van Palladio. Je maakt er een beetje deel van uit, omdat de maten kloppen. En daar kan je uren over praten, dat begrijp je of dat begrijp je niet. Maar dit, hij heeft erover geschreven in dit beroemde boek. Ik zal het vertalen, de 4 boeken over architectuur. Dit is het grote boek, de 4 boeken van Palladio. Dat is verschenen in 1570, dat is een reprint. Daar staat precies in wat hij bedoelde met verhoudingen en maatjes. En hij heeft het natuurlijk ook weer van anderen. Hij heeft het geleerd van Vitruvius, de grote klassieke architect die een beroemd boek heeft geschreven over de architectuur in 25 na Christus. Heeft Palladio heeft daar aan meegeholpen bij een hereditie. Hij heeft daar de tekeningen bij gemaakt. Palladio was van oorsprong gewoon een metselaar, een tekenaar. Daarom hij beheerst het ambacht.
En die Vitruvius, waar hij dus weer zo aan hechtte, die geef je terug op de Romeinen. De Grieken natuurlijk. Dus je krijgt de Grieken, de Romeinen en dan de vroege Renaissance. En daar is dit het hoogtepunt van. In de vroege Renaissance is er niets mooiers dan Palladio. Dit ontroert mij ook echt, dit gebouw. Tuurlijk, er zijn ook goede moderne architecten, hele goede. We hebben wel eens een programma over Frank Lloyd Wright gemaakt. Maar je hebt zoveel architecten waarvan ik denk, het is alleen maar beton en glas. Je zou toch sommige moderne Nederlandse architecten geboeid hierheen slepen en verplicht een dag kijken. Dit heeft niet voor niks een enorme invloed op de Amerikaanse architectuur van nu. Dit heeft niet voor niks een enorme invloed gehad op de buitenhuisarchitectuur in de 18e en 19e eeuw. Het paladionalisme. Paladister, dat was een stroming. Die heerst nu nog. Waarom? Omdat dit dus mooi is en wij tegenwoordig een heleboel modernistische rotzooi neerzetten. En als je hiernaar kijkt, dan weet je hoe het moet. Want dit is dus met recht klassiek. Als er één vorm van architectuur is die de eeuwen heeft doorstaan, is het de klassieke architectuur. Hè? Ik leg het nog even uit. Je hebt de Griekse architectuur, die begint echt met de zuilen. Dan krijg je Vitruvius, hè, de Romein, omstreeks 25, 50 na Christus. En dan wordt het weer opgepakt, die architectuur, en een beetje aangepast door de beroemde Palladio. En we staan nu dus bij het beroemdste gebouw wat Palladio voor een particulier heeft gemaakt. Heel veel kerken gemaakt, theaters, maar een particulier is dit zijn beroemdste gebouw, de Villa Rotonda. En wat is er nou zo bijzonder aan dit gebouw? Het is een immens gebouw en het oogt fragiel en dat komt vooral door de zuilen. Nou, het is een hele simpele theorie, hè? Ik zal het nog even doen. Ik ben een dik veetje. Als je mijn strepen zo doet, dan word ik nog dikker. Maar als je strepen zo doet, word ik slank. Dat kan je aan onze geluidsvriend Peter zien hier. Die heeft dit, die is al slank, maar dit maakt hem slank. Lijntje hebben nog slank. Maar dat weet iedereen. Maar toen wist niemand dat. En dat heet de kolossale orde. En kolossaal, dat zijn de kolonnes, de zuilen. En de orde is de manier waarop je ze neerzet. Dus het is anders dan het klinkt. De kolossale orde houdt in dat je de zuilen doortrekt over de eerste verdieping heen. Heel vaak hadden mensen dat idee, nou, boven de deur hou je een dakkie en dan zet je de zuil. Nee, hij gaat door. En dat zie je dus terug in de architectuur tot nu toe. Dus het gebouw wat je hier ziet, dat bord duurt natuurlijk voort op de klassieke architectuur. Maar het is ook het einde van de klassieke architectuur. Dat na Palladio heeft niemand eigenlijk meer wat wezenlijks toegevoegd aan de schoonheid van de vermaakte verhouding. En hier, dit is echt de schoonheid van de vermaakte verhouding. En Goethe, die zei hier van de uitzichten, de bouw, de fragiliteit, de ruimte, de lucht. Het gebouw danst.